was ronduit slecht. Er zat veel te veel spanning op. Dat merkte je eigenlijk aan de eerste fase opbouw als Philip de bal had. Ja, dat zijn eigenlijk de basisdingen waar we vanaf moment 1 mee bezig zijn geweest, die gewoon standaard zijn. Die deden die jongens op dit moment niet en dat is dan spanning. Ja, en dat is ook wel logisch. Alleen daardoor waren we niet goed aan de bal, daardoor verlies je hem snel en daardoor word je ook snel vermoeid. Dus het oogde ook veel vermoeider, vond ik bij ons. Ja, vooral de eerste helft, het oogde heel sloom. En dan kan je heel veel dingen omzetten. De trainer ook zei van nou, en wel met die opbouw bezig gaan. Nou, op een gegeven moment, de eerste 5 minuten merk je dat ze dat nog niet doen. Of het is gevaarlijk, of het is net niks. En weet je, laat dan maar. Dan wordt gewoon een gevecht. En dan is het vechten. En dan scoren we 2 keer uit de standaard situatie, dacht ik uit mijn hoofd. En dan die wedstrijd sloeg haar zo. Het was vandaag niet verdiend. Maar ja, lekker belangrijk. We hebben ook wel verdiend of onverdiend verloren. Dus. Een promotiewedstrijd maakt allemaal niks uit. Hè? Op welke manier hoe het gaat, als het maar gebeurt. Ja, uiteindelijk maakt het ook niks meer uit. En over... ik zei over de hele wedstrijd, ja, dat heb je misschien niet verdiend, maar dat maakt allemaal niet meer uit. Dat telt niet. Nou zijn Friesen meestal nuchter. Hoe zijn jullie eigenlijk? Jij en Henk dan na afloop nu? Nou ja, we natuurlijk intens blij. We zijn toen met Cambuur gepromoveerd. Eerder de visie gehandhaafd. Ik daar zelf vorig jaar bij de Vogels was ook natuurlijk wel, was ook mooi. Hè? Dat laat ik ook zijn. Voor mezelf was het heel mooi. En nu weer samen. Hier en dan zeggen we ook tegen elkaar van, goh, ja, dan kunnen ze gewoon weer geflikt, weet je wel. Ja, hoe bizar is dat? Ja, en dan denk je van, hoe hebben we dat gedaan? Het is gelukt. Wat is de basis geweest van het succes? Ik weet niet of je dat kan zeggen nu na afloop hoor, maar wat heeft de doorslag gegeven dat jullie gepromoveerd zijn? Nou, ik vind wel dat wij vanuit, er waren heel veel nieuwe jongens. Met heel veel verschillende culturen daar ook in, zeg maar. Wij konden heel goed voetballen en dat hebben we eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we eigenlijk best wel goed gevoetbald. Op een enkele wedstrijd na, absoluut, maar we zijn niet veel wedstrijden weggespeeld. Maar ik vind het wel knap dat er een team van is gemaakt. En als je ziet hoe de jongens met elkaar omgaan, hè, met z'n allen, gewoon iedereen. Dus niet een uitzondering, maar jongens op de bank hè, die weinig gespeeld hebben. En al die culturen bij elkaar, ja, dat is gewoon een genot geweest om naar te kijken. En ook qua grapjes en zoveel gelachen ook, die jongens met elkaar. Hè, zonder dat iets bijvoorbeeld een keer persoonlijk wordt. Het is gewoon altijd, zo is het ook nooit opgevat. Een grapje kan je persoonlijk opvatten, maar je kan er ook om lachen. Hè, dat vind ik wel een heel succes van dit jaar. En nu? Nou, nu gaan we eerst vakantie vieren. Want, feesten toch? Ja, dat eerst. Maar daarna is het de kop helemaal leeg. Want het is... het vergt wel wat van je. Dan is het op een gegeven moment ook klaar. En als het klaar is, dan moet op een gegeven moment het seizoen ook even klaar zijn. En uiteindelijk dan ga je op een gegeven moment ook weer door met volgend jaar. Ja, dan moeten er weer nieuwe spelers komen, er moet een nieuwe selectie komen. Daar ga je uiteindelijk weer mee bezig. Maar het is nu gewoon naar de klote gaan met z'n allen. En morgen ook nog. En vanaf dinsdagmorgen dan kan ik hopelijk even lekker uitslapen. En dan is het even vakantie vieren. Want dat gaat wel lukken natuurlijk, denk je, dat naar de klote gaan. Nou, daar hoef je niet een seconde over in te zitten. Nee. Kom wel goed. Had je het verwacht, al die 12.000 mensen hier bijna aan het veld op? Nee, maar dit is wel uniek. Hè? Dat is echt mooi. En dat is ook wel mooi, want je leest wel regeltjes, weet je wel. En je mag niet het veld op en dan dit. En maar, weet je, als het op een gegeven moment gebeurt, dan zijn er geen regels, joh. Dan is iedereen blij. Hè? Iedereen die op het veld mag komen, die is gewoon blij. En dan, ja, dan gaat het ook zo. En dan moet je het ook gewoon zo laten en dan moet je met z'n allen feest vieren. Ja, hoeveel gaan er nog in? Nou, 1, 2, 33, zoiets.